ik af en toe lees nu nieuws op telegraaf.nl. Doe ik dan, want ik ga gewoon heel ander nieuws krijgen daar. Daar ben ik achter gekomen. Laatst was ik een grote kop Jeroen van der Boom overvallen. En ik schrok echt. Zeg je, ik schrok echt Jeroen van der Boom overvallen door Marokkanen. Dat stond er niet bij, dat Marokkanen. Ja. Als je te lang op telegraaf.nl zit, je komt ook in een soort telegraafmodus. Daar is alles in het schild van de Marokkanen. Ik las bijvoorbeeld een bericht over klimaatverandering. Dacht ik, bam. Zullen de moslims wel? Of dacht u dat het toevallig was? Dat de toenemende islamisering parallel loopt aan de opwarming van de aarde? Dacht u niet? Ja. Al die zwarte boerka's op zijn beren zonlicht. Maar bij Jeroen van der Boom dacht ik, oké, misschien moet ik even verder lezen nog dan de kop. En ik heb het bericht ook voor jullie meegenomen. En die berichten beginnen altijd even zo'n dichtgedrukte inleiding. En die ging als volgt. Jeroen van der Boom kreeg de schrik van zijn leven toen hij 's ochtends vroeg oog in oog stond met een grote groep mannen. Zie je wel, toch maar elkaar. Stonden nog steeds niet schrik van over, maar er stond wel, ze waren in een groep. Ja, we weten allemaal, Marokkanen handelen in groepsverband. Ja, natuurlijk zijn altijd een paar politiek correcte mensen die zeggen, nee, maar je hebt ook solistische Marokkanen. Zoals Afvalaai. Oké. Nee, en andersom heb je ook blanken die een groep opereren. Zoals de Backstreet Boys. Waarschijnlijk is het nou dat Jeroen van der Boom overvallen door de Backstreet Boys. Ja, voor jullie informatie, de Backstreet Boys zijn allang uit elkaar. Wat denken jullie nou? De Backstreet Boys zitten nog één keer verenigd hebben om Jeroen van der Boom te overvallen. Onwaarschijnlijk. Ja, dus ze moeten mij niet aankijken omdat ik mijn geld zette onder Marokkaan. Ja? Ja, niet letterlijk natuurlijk, want het geld zie ik niet meer terug. Ja, dit is toch van de zotte. Dat van een onschuldige zanger, ja, die wil meer dan liedjes zingen voor de hardwerkende Nederlander. Die wordt overvallen en enkel respect voor de Nederlandse cultuur. Dat is wat ik dacht in telegraafmodus. Ja, voor het gemak schaal ik Jeroen van der Boom even onder cultuur. Dan misschien moet ik nog even verder lezen. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, ik denk ook, de gemiddelde telegraaf lezen, die stopt niet met lezen. Dit is genoeg informatie om een woedende reactie te typen met talloze taalfouten. Maar ik en dit is letterlijk hoe het bericht op telegraaf.nl heeft gestaan. Nu begint de toelichting. Het ging zo. De zanger werd zondag namelijk door zijn beste vrienden verrast. Jeroen laat via Twitter weten, opgehaald door 15 vrienden om 6 uur 's ochtends voor mijn vrijgezellenweekend. Inmiddels is het nog altijd stil op de Twitter van Jeroen, dus hoogstwaarschijnlijk vermaakt de zanger zich op het best. Ik was helemaal de war. Wat heeft Jeroen van der Boom zoveel Marokkaanse vrienden? Dit is een telegraaf het spelletje speelt. Ze hebben dus van Jeroen van der Boom vermaakt zich op het best. En ze weten te maken Jeroen van der Boom overvallen. Het is gewoon misleidend. Zo kan ik ook een voorpagina maken. He? Grote kop. Prinses Amalia meldt zich bij de rechter. Toelichting. Toen prinses Amalia met de ouders een dagje naar de Efteling ging, was het even de vraag of ze de linker of de rechter ingang zou nemen. En ik meldde zich bij de rechter. Dus mensen, wens je nog een hele fijne avond.